Hey! Naar aanleiding van een van mijn vorige video's kreeg ik heel erg veel de vraag of ik eens wat meer wil vertellen over mijn sport- en eetgewoontes die ik sinds een paar maanden toch wel regelmatig doe. Ik heb hier eigenlijk wel een beetje over getwijfeld, omdat ik dit best wel persoonlijk vind. In de zin van, niet in de zin van jullie mogen het niet zien, het is mijn persoonlijk leven, maar omdat het toch best wel persoonlijk is voor iedereen. Omdat het toch zo anders is, iedereen zijn lichaam is anders gebouwd en ik wil niemand een verkeerd idee geven of op een verkeerd iets aanzetten. Dus dit is wat voor mij goed werkt. Zeker even bij, dit is wat voor mij goed werkt. Ik doe het in combinatie met 6 keer per week sporten. Ik doe 3 keer per week spieroefeningen van 1/2 uur. En ik ga 3 keer per week 3 kwartier powerwalken, dus gewoon goed doorwandelen. Ik neem hier ook geen supplementen bij. Het enige wat ik neem is een vitaminepil. En dat zien jullie ook, 's morgens. Dus ik laat echt wel zien wat ik op een dag eet. En ja, eigenlijk is dat zo wel wat. Het is echt bij iedereen heel erg persoonlijk. En het is vooral belangrijk, denk ik, wat je in je lichaam steekt. Wat voor mij het moeilijkste was, was het afkicken van de suiker. Ik at echt wel heel veel suiker hiervoor. En doorheen de dag merkte ik dat zo niet. Maar als ik het dan s'avonds allemaal optelde, kwam ik toch echt wel aan een serieus aantal suikers dat ik binnenkreeg. Ook ging ik heel veel eten uit ververing. Daarom is deze manier van eten voor mij best wel goed, omdat ik op veel verschillende punten van de dag iets kan eten. Want ik ben echt wel iemand die graag eet. En ik zou ook nooit, nooit zeggen van, oh, ik ben vandaag vergeten te eten omdat ik zo bezig was. Dat zou me echt nooit gebeuren, omdat ik daar in mijn hoofd best wel heel erg veel mee bezig ben. Maar het heeft me echt wel heel erg geholpen. De eerste week dat ik gestopt ben met suiker eten, heb ik zoveel hoofdpijn gehad en mijn lichaam was helemaal aan het tegenstribbelen. En het was echt alsof ik aan het afkicken was van de suiker. Echt heel raar. Maar na een week is mijn energy level echt gewoon helemaal naar boven gegaan. En ik heb echt gewoon meer energie als ooit. Dus dat vind ik wel echt gigantisch fijn. En dat geeft me ook heel veel motivatie om door te gaan. Wat ik ook wel wil zeggen is dat er heel veel mensen vaak vragen van, hey, tegenover je vorige kanaal ben je best wel heel veel afgevallen. Hoe heb je dat gedaan? Wel, ook wel door ouder te worden ben ik er ook wel vrij hard uitgegroeid. Maar ik heb ook wel een tijdje de Weight Watchers gevolgd, het programma. Dat heeft me ook wel goed op weg geholpen. Maar voor mij werd het na een tijdje toch best wel eentonig en wilde ik eens iets anders. Dus daarom dat ik nu dit hanteer. Dus dit is echt wel een voorbeeld van wat ik elke dag eet, zoals ik al zei. Ik eet niet elke dag hetzelfde. Dus dit is een goed voorbeeld. Dus laten we maar snel beginnen. Ik ga jullie niet verder vervelen met bladibladibla. Dus let's go. Goed, dit is wat ik 's morgens eet. Ik zal het eventjes zo laten zien. Zo. Om te beginnen zal ik bij het echte eten beginnen. Ik eet namelijk 2 volkoren boterhammen die geroosterd zijn. Eentje met een hardgekookt eitje en eentje met aardbeien. Natuurlijk eet ik niet elke dag een ei. Ik wissel dat ook wel eens af. Maar vandaag is dit het dus geworden. Waarom 2 boterhammen? Ik begon eerst met 1 boterham, maar ik merkte dat ik daarna echt wel heel snel weer honger had. Dus, en ik dan weer dingen ging eten die niet moesten. Dus daarom neem ik 1 boterham met een eitje en eentje met beleg dat niet zo heel calorierijk is. Daarbij drink ik een kopje groene thee. Dat is deze. Ik zal het even laten zien. Dat is van Pickwick, de Green Tea Original Lemon. Dus pure green. En de beste manier waarop je thee kan zetten is door je water dus aan de kook te brengen. En dit daarna 7 minuutjes te laten afkoelen. Dus weer van de kook te halen. Omdat je eigenlijk nooit pasgekookt water over je thee mag kappen. Omdat, om de heel makkelijke reden, dat je dan alle goede eigenschappen van je thee kapot maakt. Dan laat je je zakje voor 5 minuutjes trekken. En voilà, het perfecte kopje thee. Drink er zo ongeveer 2 à 3 per dag. Soms ook maar 1 als ik geen tijd heb. Maar in de weekends is dat wel eens iets meer. Hierbij drink ik dan ook nog mijn fles water leeg. Deze bevat, ik denk, 75 milliliter. Geen idee. Dus nog geen liter. En hierbij neem ik ook mijn multivitaminepil. Die hebben jullie al eens gezien. Van het kruidvat. Gewoon
Multi, oh, focus. Nee, ik zal het eventjes voorlezen. Multi Atlet zit compleet en zit er 60 in. Zo neem je er eentje per dag. En ja, ik denk dat ik hier nog geen 2 euro voor betaald heb. Dus, en wat betreft het water, zo probeer ik er minimum 4 te drinken op een dag. Dat is meestal waar ik wel aan kom en dan is het ook wel oké voor mij. Ik drink bij mijn eten heel veel water, dat ik dat gewoon heel fijn vind. Maar ik denk dat dat afhangt van persoon tot persoon. Dus dit is mijn ontbijtje. En dan zie ik jullie straks terug, ik denk om 10 uur voor de snack. Zo, dit is mijn middageten. Ik maak 's middags vaak een wrap met tzatziki en kip. Ik ga jullie misschien even laten zien hoe ik hem in elkaar steek. Om 10 uur heb ik eigenlijk niks meer gegeten, omdat ik echt heel laat ontbeten heb vandaag. Het is vakantie en ik heb lekker uitgeslapen. Maar meestal eet ik dan een stukje fruit of ja, zoiets. En vaak een appeltje met een theelepeltje pindakaas. Dat is ook wel heel lekker. Dus ik maak een wrap met tzatziki. Tzatziki is eigenlijk een Grieks mengsel met komkommer, look en yoghurt. Die je laat uitlekken dat het iets vaster wordt. Die maken wij hier thuis zelf. Mijn mama maakt die zelf. Je kan ook gewoon in de winkel kopen. Maar ja, als je het thuis maakt, dan weet je natuurlijk wel beter wat er allemaal in zit. Goed, dus je bestrijkt de wrap een beetje met tzatziki. Zo. Dan heb ik hier 60 gram kip die ik uit elkaar getrokken heb met 2 vorken. En die verspreid ik ook gewoon hierover. De kip en de wrap zijn trouwens warm. De tzatziki en de salade en zo is, ja, is gewoon koud. Maar dat vind ik wel lekker dat dat zo wat gemengd is. Zo een beetje warm en koud door elkaar. Dan plop ik hier 3 kersttomaatjes op die ik gesneden heb. En je zou denken, 1 wrap, dat is echt niet zo heel veel. Maar ik schrok er echt van hoe vol dat je daar hiervan ziet. En dan leg ik dit helemaal met salade. Je kan hier natuurlijk echt wel eindeloos mee combineren. En dat is wat ik hier ook zo fijn aan vind. Dat je hier gewoon eindeloos mee kan combineren. Dus als we bijvoorbeeld boontjes gegeten hebben, dan kan ik hier de dag daarna misschien nog wat koude boontjes op doen. Maar je kan er ook een ajuintje bij doen. Of ja, van alles. Maar dit is eigenlijk mijn basic wrap. Want dit zijn zo de dingen die we echt wel altijd in huis hebben. Ik heb vast gestoomde kip. Dit is trouwens gestoomde kip. Die heb ik vast in zakjes liggen van 60 gram. Dus ik weeg dat dan af en die leg ik in de vriezer. En als ik dan weet van vanmiddag of vanavond ga ik iets met kip eten, dan moet ik gewoon zo'n zakje eruit halen. En dat is dan heel gemakkelijk. Hoe je hem oplooit, je doet eerst zijn kontje naar boven. En dan de 2 zijkantjes. En voilà, dan heb je je lekkere wrap. Goed, dit ga ik nu lekker opeten met natuurlijk nog een bus water. Die ga ik nog eventjes vullen. Die heb ik vanmorgen leeg gekregen en ik denk dat ik bij mijn middageten er nog wel zo eentje leeg drink. Ja, dus dan zie ik jullie terug om 4 uur. En deze keer echt om 4 uur, want dan heb ik wel meestal wel weer zo'n trekje. En dan laat ik zien wat ik dan lekker maak. Goed, het is ondertussen 4 uur geworden. Ja, 5 voor 4, maar dat is een detail. En het is tijd voor mijn snackje. Iets wat ik echt heel vaak maak, dat is een smoothie. Dat vind ik echt het lekkerste snackje dat ik kan hebben. Als ik, ja, buiten natuurlijk alle slechte dingen. Maar dit is echt mijn go-to als ik een hongertje heb. En ja, het is natuurlijk ook een geheim vitaminebommetje. Dus ik ga jullie laten zien wat ik gebruik om een smoothie te maken. En dan laat ik jullie ook zien hoe ik hem maak. Als eerste heb je een cup magere yoghurt nodig. Dit is gewoon zo'n bus. Ik gebruik deze omdat die best wel vrij lopend is. En dat vind ik fijn. Ik weeg alles af met zo'n cupje zoals deze. Dan heb je een banaan nodig. Gewoon 1 volledige banaan. 1,5 cup à 2 cupjes met bevroren rood fruit. Dus enkel het rood fruit mag bevroren zijn. Anders gaat dat niet werken in de blender. Bij mij toch. Dus de banaan is gewoon een niet bevroren banaan. Wauw, dat kwam er even niet goed uit. Oké, en als laatste heb je ook nog 2 cupjes spinazie nodig. Ik hoor jullie al denken en roepen van eeuw, spinazie in een smoothie. Wel, het is niet eens groen en ik vind het zelfs veel lekkerder smaken. Je proeft het niet echt, maar toch een beetje. Maar het smaakt niet naar alsof je spinazie aan het eten bent of zo. Hier doe ik dan nog een beetje goji bessen bij. Of ja,
gojibes, ik weet niet hoe je het uitspreekt. En dit is een mix van acai poeder en pomegranate powder. Ik heb hier de verpakking in die, dat ik dit eens kan laten zien. Pomegranate powder en acai poeder. Die heb ik gewoon door elkaar gedaan. En dat zijn ook zo van die vitamine superfood dingen. Dus de spinazie moet je eerst wassen. Of ja, als je al de gewassen spinazie hebt gekocht, perfect. Maar die ga ik nu even wassen en dan laat ik jullie zien hoe ik alles bij elkaar swams. Maar het is eigenlijk echt niet heel moeilijk. Dus ja, dat laat ik jullie zo zien. Er zit hier nog een beetje in, maar ik denk dat mijn moeder ook wel zin heeft in een smoothie. Dus ik eet eigenlijk altijd mijn smoothie met een lepel op. Dat vind ik gewoon het lekkerste. Dus deze ga ik lekker opsmullen. En we zijn uiteindelijk gekomen bij het avondeten. Zoals jullie zien, ja, heel vers en gezond allemaal. Ik zal even vertellen wat hier op ligt. Een paar koude spulletjes, namelijk koude sperzieboontjes en een paar tomaatjes. En achar, Indonesisch zuurachtig spul. En vers gemaakte nasi goreng met een beetje kip, een beetje ei, allemaal verse groenten, volkoren rijst en een beetje rundvlees. Dit is echt zo een restjesmaaltijd bij ons. Dus als we dan zo wat restjes vlees hebben en zo, dan maken we er zoiets van. Er zitten ook sojascheutjes in en zo. Dus allemaal super gezond. Ja, ik eet hier één bord van en dan net zoals bij alle maaltijden komt mijn water er ook weer bij kijken. Dus eigenlijk drink ik niks anders dan water overdag. Ik vind het eigenlijk heel zonde om calorieën te verspillen aan drinken. Ik zou veel liever iets lekkers eten in plaats van frisdrank te drinken of zo. Dus ja, ik heb er totaal geen problemen mee en ik mis dat eigenlijk ook helemaal niet. Ik heb nooit echt heel veel frisdrank gedronken, dus dat is voor mij helemaal geen probleem. Maar dit is dus wat ik als avondeten eet. Ik vind dat een mooi gevuld bord. Ik heb hier echt wel meer dan genoeg mee. Misschien dat andere mensen daar niet genoeg mee hebben of andere mensen het te veel vinden. Ik denk dat dat net heel erg afhangt van ja, wat voor persoon dat je bent en hoe dat je lichaam in elkaar zit. Maar voor mij is dit perfect en voor mij werkt dit goed. Ik let er s'avonds ook altijd op dat als we iets van pasta of rijst eten, dat dit altijd volkoren is. Zo ook met brood. Ik eet niet elke dag brood, maar het is altijd volkoren als ik brood eet. Dus wat ik geleerd heb is dat, ja, ik sta buiten de kat meeuw, als jullie dat kunnen horen. Wat ik geleerd heb is dat eigenlijk bruin brood helemaal niet hetzelfde is als volkoren brood. En dat je er echt op moet letten dat er volkoren op de verpakking staat, dat het anders gewoon een beetje bullshit is. Maar goed, dit is wat ik nu s'avonds eet. Ik hoop dat jullie, ja, dat jullie hier inspiratie hebben kunnen uithalen. Hey, het is weer het laatste eten dingetje van de dag. Het is nu bijna 8 uur, het is 20 voor 8. En ik had nog best wel trek in een snackje. Omdat ik waarschijnlijk vandaag om 10 uur niks gegeten heb, maar gewoon mijn doorgaande de lunch. Dus vandaar dat ik nu nog een paar dingetjes ga knabbelen. Ik neem nog een kopje groene thee. Dat is het tweede kopje van vandaag. En ik heb me een bakje fruit gesneden en geplukt. We hebben hier een grote kersenboom staan, dus ik heb een paar kersen geplukt. En ik heb 4 grote aardbeien gesneden. Dus dat ziet er zo uit. En hierbij neem ik een theelepeltje pindakaas. Nu gaan veel mensen waarschijnlijk denken, oh, pindakaas, super vet. Dat is eigenlijk juist goed, omdat ik best wel veel spieroefeningen doe. En
dat is wel iets dat jouw lichaam kan gebruiken, omdat dat geen slechte vetten zijn. Natuurlijk moet je ook geen pot pindakaas per dag gaan eten. Ik denk dat ik om de dag zo'n theelepeltje eet. En ja, ik kan daar echt heel erg naar uitkijken. Ik ben iemand die heel erg graag snoept en zo. Dus dat is dan mijn snoeperijtje. Maar van zo'n verse fruit kan ik natuurlijk ook gigantisch goed genieten. Ja, dus dit is mijn late night snack. Normaal gezien doe ik dit niet. Laat ik maar even duidelijk zijn. Normaal gezien eet ik na het avondeten niet meer. Behalve bijvoorbeeld een kopje thee of zo. Maar omdat ik nu om 10 uur niks gegeten heb en ik toch nog een hongertje had of een trekje, dan dacht ik van kom, dan zal ik nu dat nu nemen. En dan ga ik lekker ontspannen met California Cajun. Die heb ik uit de piep gehaald en daar ben ik nu helemaal verslaafd aan. Dus ik ga ontspannen, ik moet morgen weer vroeg op. Dus dat is wat ik ga doen. Zo, dit is wat ik op een dag ongeveer eet. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Laat je alsjeblieft niet beïnvloeden door wat ik eet, of laat je zeker niet, ja, laat zeker niet denken dat ik wil zeggen dat dit beter is dan wat jij doet. Misschien is wat jij doet veel beter voor jouw lichaam. Dit is gewoon maar hoe het voor mij werkt en wat ik heel erg fijn vind. En ja, er werd om gevraagd of dat ik het wilde delen. Dus dat heb ik gedaan. Ik hoop dat jullie er toch nog iets aan hebben gehad en dat jullie het een beetje interessant vonden om naar te kijken. Laat jullie requests allemaal achter bij de comments. Daar heb ik heel erg veel aan. En dan zie ik jullie de volgende keer.